Goedemorgen. Het is vandaag onze laatste dag op Samos en dat is zondag 12 september. We hadden 8-daagse vakantie, dus officieel hoort morgen er ook bij. Maar we gaan dus morgenochtend om 7:30 richting het vliegveld, 's ochtends. Het stelt weinig voor. En Goedriek, die wilde nog even slapen. Ik was al een tijd wakker, ik heb zelfs mijn koffer al deels ingepakt. Dus ik zei, nou vind je het goed als ik ga gaan ontbijten dan en dan ga ik vast de handdoeken omruilen. En hij zei, ja tuurlijk, maar hij is blijkbaar moe. Ik heb ondertussen bij het zwembad een cabana gestreept. Echt super relaxed. Ik moest er een beetje verspreiden, want ik moet eerlijk zeggen, aan het begin van de week was het helemaal niet zo druk, maar nu wel. Dus je moet echt gewoon, om 10 uur gaat het zwembad open, dat is alles best wel gek, maar voor 10 uur mag je er dus niet liggen. En is het ook dicht, de deur er naartoe en het pad wordt afgezet. Dus om 10 uur staat er dan gewoon echt een rij. Dus ja, ik liep naar het eten en ik dacht, ja, ik ga toch maar in die rij staan. Want ik vind toch wel graag een bedje. Het maakt me niet uit of een cabana of een bedje is, maar toch wel gewoon een lichtplek, weet je. Maar het is gelukt. Dus, en daarna ben ik gewoon nog even teruggelopen. Ik heb 2 croissantjes gestreept en ik heb hier even lekker opgegeten. Ik heb Goedriek geappt van, hey, ik lig hier. En die stuurt, ja hoor, geniet ervan, ik kom wel. Ik denk dat hij even geen zin heeft in zon of zo. Nee, dat is toch prima. En lunch is om 12:30, dus dan kan ik gewoon nog even chillen. En dan zal ik wel een keer honger krijgen. Ik kan je wel vertellen. En de Red Bulletjes zouden best wel in gaan. Ik kreeg echt super veel vragen op Instagram hoe het hotel bevalt. En dat er best wel veel mensen al naar gekeken hadden. Omdat het super, super mooi hotel is. Echt waar. Het is allemaal super nieuw, allemaal super goed voor elkaar. Ook de personeel is super aardig. En de kamers worden perfect schoongemaakt. En relatief is het best wel goedkoop. Wij hebben volgens mij €650 per persoon betaald, all inclusive. Dus ik kreeg heel veel vragen van hoe is het, bevalt het? Wil je dat in de vlogs meenemen? Nou, ik kan alleen maar zeggen, voor mij krijgt het hotel echt een dikke 8. Het enige waar ik me voor kan stellen dat sommige mensen een beetje van balen is het eten. Ik ben een eenvoudige eter en ik zou het eten echt absoluut een 7,5 geven. Er is niet heel veel. Als je de Turkse buffetten gewend bent, is het misschien wat weinig. Ik bedoel, het hele buffet hier is in Turkije alleen het dessertbuffet. En er zijn een aantal standaard dingen, zeg kip, varken, pasta, aardappels. Maar dan iedere dag op een andere manier gemaakt. En je hebt een stuk of 4 verschillende gerechten per avond. En dan af en toe dus een themaavond. Zoals er Italiaans met pizza en veel pasta. En een keer een veggieavond. Maar het is niet super uitgebreid, niet super afwisselend, maar wel allemaal lekker. Ik heb eigenlijk maar 1 keer gehad dat ik iets niet lekker vond en Goedriek vindt alles lekker. Nou, en dat is toch best wel sowieso wel een meer uitgebreidere eten dan ik en ook kritischer, denk ik. Ik ben best wel makkelijk, geef mijn bord friet en ik ben happy en dat hebben ze altijd. En verder, dus niet alles zit bij de all-inclusive in. Aantal dranken niet. Dat op zich is ook wel logisch. Maar als je echt van plan bent om dik aan de vodka te gaan of zo, ja, dan moet je dat dus gewoon betalen. Maar ik zou hier absoluut terugkomen. Het eiland is prachtig. Het hotel is geweldig. Het is een goede prijs. Ja, ik vind het echt zo. Ik kan het absoluut aanraden. Zeker weten. En ik denk ook dat het qua omstandigheden alleen nog maar beter wordt. Want zoals nu, de cabana naast mij mag dus niet gebruikt worden vanwege de regels. En je mag dus, dat vond ik wel echt lastig hoor, moet ik heel eerlijk zeggen. Je mag niet je eigen eten pakken. Er loopt dus een personeelslid met je mee wat voor jou opschept. En ik ervaar daar best wel veel druk en stress van. Want ik moet dus snel kiezen. Ik kan niet zelf bepalen hoeveel ik neem. Ik merk zelfs dat ik me op een gegeven moment, het zijn constant dezelfde personeelsleden. Nou, en nu lach je erom, maar op een gegeven moment voelde ik me gewoon... Ja, schaamde ik me een beetje dat ik dan weer friet kan halen, weet je wel. Terwijl ik denk, come on, Sophie, jij bent op vakantie, je mag vreten wat je wil eten. Je mag eten wat je wil. En als jij 3 keer patat kunt halen, is dat je goed recht. Maar dat vond ik best wel lastig. Dat ik dacht, ik zou het zo graag gewoon mijn eigen eten halen. Maar ja, wel begrijpelijk natuurlijk, maar dat is wel... En daardoor kan de rij wat lang zijn, maar je staat eigenlijk nooit langer dan 10 minuten te wachten, hoor. Maar dat vond ik wel een nadeel, maar dat is alleen nu. Maar verder, het zwembad is heerlijk. Eerst is hierachter nog een zwembad. Wil ik jullie volgens mij nog helemaal niet laten zien. Dat is echt ook super mooi, maar het is iets ondieper. En er zijn minder lichtpitjes. Kijk eens wie is aangekomen. Welk cijfer geef jij het hotel? What? Which grade do you give the hotel? B+.
Een B+, dat is 7,5 of zo, toch? Volgens mij ook. Een 8. Een 8. Oh! 8. Oké, okay. Dus zelfs iets hoger dan ik. There's a guy that he ranks like pizza slices. I can just rank hotels. Ja, het zou wel een lekker leven zijn. Al zou ik ook kunnen leven met pizza beoordelen, hoor. But the problem is the music. Ja, de muziek. Ja, dat is wel een ding, ja. De muziek had ik inderdaad nog niks over gezegd. Ik vind hem vandaag best wel oké. Maar normaal staat hij best wel hard. En hij gaat tot 12:30 s'nachts door. En wij hebben dus een kamer aan het zwembad. Waardoor je dus ook echt letterlijk tot 12:30 s'nachts eigenlijk mee kan zingen in je bed. En wij slapen over het algemeen vrij laat. Dus voor ons is het op zich wel oké. Dan moet ik zeggen, de afgelopen dagen lagen we elke keer rond 11 uur te slapen. Omdat we zo moe waren van wat we hadden gedaan. Maar mocht je daar last van hebben, zou ik bij het boeken erbij zetten. Graag een kamer niet aan het zwembad. Want dat is wel echt een dingetje. Lunchtijd. Hij heeft feta, rijst, Grieks salade. Dit is vis en dit zijn kippenvleugels. Ik heb iets minder, maar hij heeft niet ontbeten en ik wel. Ik heb een ham en kaas. Stukje taart noemden ze het. Dit is vis en aardappels. Ik ga vandaag nog even heel hard genieten van zoveel mogelijk friet eten. En daarna doen we weer normaal. De zon was weg. Dus wij zijn ook weggegaan. Ik ben één plekje vergeten in te smeren, zie je dat? En volgens mij aan deze kant ook een beetje. Ik heb niet goed naar onder door gesmeerd. En deze arm is nog steeds echt super droog en ellende. Terwijl ik had gehoopt dat het met het zoute water beter zou worden. Maar ach ja, that's life. We gaan nu even lekker douchen. Even relaxen. Oh, een vijg zit je te eten. Vijgen. Vijgen. Meer fout. Ja, okay. Goed zo, hè? Heel goed. En who would have said that they are teaching Sophie how to speak Dutch, ja? En daarna gaan we lekker, hebben we besloten naar het beste Griekse restaurant in de buurt, schijnt, heb ik gehoord. Alles wat hier is, is voornamelijk Nederlands. Dat moet ik er wel bij zeggen. Het is allemaal Corendon, dus allemaal. Dat is heel gezellig als je ervan houdt. Maar als je niet houdt van contact te leggen, misschien minder. Maar ik vond het wel echt heel leuk. En sowieso moet ik zeggen, ze spraken ons minder aan. Omdat hij praat natuurlijk veel Engels. Dus ik denk ook niet dat ze heel erg snel door hadden dat ik Nederlands was. Maar in ieder geval, ik kreeg de tip dat er 20 minuutjes lopen afstand lopen, super goed Grieks restaurant zit. Nou ja, dat is natuurlijk perfect om de avond mee af te sluiten. Dus dat gaan we straks doen. Maar we gaan eerst gewoon even lekker opfrissen, lekker chillen. Ik ga weer mijn mooie pak aantrekken vanavond. Daar gaan ze op hun avondwandeling. Do you know the way? Yes. Gelukkig. Het is een minuutje of 20 wandelen. En ik zie er heel fancy uit. En hij is gewoon in relaxed kleding. Maar het was meer dat ik gewoon graag een lange broek aan wilde. Kijk, hij heeft kijk die lekkere brune bienen. Hij is lekker chill, maar ik wilde gewoon, dit zit heel lekker en s'avonds koelt het toch wel een beetje af. Oh, rechts of links? Right. Right. Oeh, kijk, de zonsondergang komt op. We zijn er. Greek souvlaki, gyros, kebab en beef. Nom 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 nom. En hele menu's. Oh, dit zijn mijn dranken. Deze dan maar, denk ik. Ik wil wel gewoon gyros. Oh, je kan ook nog kiezen. Super goedkoop. Ik denk dat we gewoon heel veel verschillende dingen moeten gaan bestellen. Dit is dus de tweede keer dat hij een Heineken halve liter fles krijgt. Terwijl ik heb die in Nederland nog nooit gezien. Misschien in een supermarkt, weet ik niet. Dat heb ik nog nooit gekeken. Maar in de horeca zie je dit nooit. En hij is echt bizar groot. Echt grappig. Hij vroeg of ze klein waren en ze zei ja. Dit is 3 euro's. Ja, 2,80 per stuk. Dit is gyros kip. Dit is souvlaki. En dit is? I don't know. Oh, hij weet het niet meer. Oh, het ruikt wel lekker, hé. Wow, maar dit ga je nooit opkrijgen. Nee, je krijgt nog meer. Hij had ook nog een portie friet besteld. Nee. Ik ga helemaal stuk. Dit bord friet was ook echt letterlijk 3 euro of zo, toch? No way, man. It's en hij... Oh. God. En ik krijg nog...
Ik begin hier wel vast te staan. Dit is niet normaal. Dit is echt niet normaal. En hij vroeg genoeg in specifiek aan haar. Is het klein? Mijn bord is ook aangekomen. Hier liggen de broodjes. Dit is 8 euro. Hè. Dit is insane. We hebben de bon net erbij gekregen. Het is 24 euro voor dit alles met drank. Dit is niet normaal. Eindstand. Een hele hoop vieze servetten. En nog één broodje over die wel helemaal leeg is. Dit is echt het meest zielige. Want ja, ik heb ze niet besteld hoor. Ik heb ze niet besteld. Dus ik voel me niet verantwoordelijk. Ik heb het echt goed gedaan. Vind ik zelf. Ik ben echt trots op mezelf. Maar het was echt niet te doen. Deze kerk is bij avond nog mooier. Helaas niet met mijn telefoonkwaliteit. Dat is jammer. Maar ik geloof niet dat die nog gebruikt wordt. Want er zijn een paar raampjes kapot. En alles is dicht. Je kan er niet in. Maar het was ooit heel mooi. Zo kun je het beter zien. De voorkant. Echt heel mooi. Ik dacht als wij hier toch aan het chillen zijn. Dan ga ik de vlog voor morgen, voor maandag. De dag dat we terugreizen maken. Ik zat een beetje te twijfelen. Want ik dacht of ik doe het gewoon thuis. We zijn rond 12 uur 's middags namelijk al thuis. Omdat we weer dus heel vroeg vliegen. En dan is die gewoon later. Maar nu dacht ik ja. We zijn nu toch aan het chillen. Dus ik vind het eigenlijk niet zo erg. Alleen ik had even geen rekening mee gehouden. Dat de wifi hier prima is voor je telefoon. Trouwens helemaal prima voor YouTube. Voor alles. Maar uploaden duurt ongeveer 3 uur. Maar alsnog ben ik wel blij dat ik het gedaan heb. Want ik heb hem nu gewoon aangezet. En morgenochtend gaat de wekker om kwart voor zeven. Want 7:30 moeten we met de bus mee. Maar dat is in Nederland 6:15. Dus het is precies op tijd. Dan kan ik morgenochtend wanneer de wekker gaat. Hop, hop, hop op het laptopje. Even de laatste dingetjes. En hop online zetten. Super fijn. Verder is eigenlijk alles er klaar voor. Ik heb de tas met alle documenten. De koffer ja, moet eigenlijk nog dicht. Maar ik zit heel eventjes af te wachten. Omdat ik mijn pyjama er nog in wil. Hier liggen nog dingen die ik morgenochtend wil gebruiken. En daarna gaat die bij Goedriek erin. Die trouwens zijn koffer nog niet heeft ingepakt. Deze hebben wij hier gekocht. Dat is een body lotion en een zonnebrand. Die zijn niet leeg. Ik dacht die zet ik neer. Misschien dat de schoonmaakster ze willen. Anders gooien zij ze wel weg. Oh, hier zit vast aan het snoer. Sorry. Dit is allemaal vuilnis. Mijn schoenen. En deze man gaat zijn koffer morgenochtend inpakken. Are you gonna pack for me? Nee. Why not? Ja, dat kan je prima zelf. Ga je het nu doen of morgenochtend? But I've been working the whole week. Ja, je hebt een hele drukke week gehad, hè? Yeah. Oh. Kijk trouwens hoe fancy dit plafond is. Er zit een lichtstrook in. Turn it off. Nu kun je dit nog beter zien. Ja, het is wel fancy. Maar ik ga wel slapen, want het is 10:30 geweest. En ik ben eerlijk gezegd gewoon lekker moe. En ik heb alles gedaan wat ik moest doen. En wat hij doet, dat moet hij zelf weten. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie net zo van de samensvlogs hebben genoten als ik. En dan zie ik jullie weer als we thuis zijn.